verkiezingsnieuws. Ik val in herhaling. Kom terug. Moei je niet met ons kwartier. U bent niet tevreden? Duizenden mensen met een handicap. Dan ben ik kandidaat. Dat is duidelijk, ja. Koopkracht. Als blok. Meer of minder. Dit is niet de essentie. Op vandaag zijn er nog te veel vrouwen. Dat vind ik een schande. Ben ik geen Vlaams nationalist. Maar waarom? Zerge. Mij is onduidelijk wat hier nu nog de bedoeling van is. We hebben echt wel andere dingen te doen. Ga gewoon. On a déjà donné. 9 juni nadert met rassen schreden. De media probeert de politiek aantrekkelijker te maken, maar wekt enkel huivering op. Helaas zal geen enkele stemtest of kiesfestival u de harde waarheid vertellen. Alles is kut. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en uw eigen gedachte is belangrijker dan het mijne. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek, de show met meer pretentie dan intelligentie. Vlamingen, vrienden, volksgenoten, het is tijd. 9 juni. 9 juni. 9 juni. Ik hoop dat je het aangeduid hebt in uw agenda, want het is dan... De verkiezingen. De verkiezingen. Verkiezingen. We stemmen voor Vlaanderen, België en Europa. En we gaan dat binnen 4 maanden opnieuw mogen doen. 13 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politiek heeft anno 2024 nog weinig te maken met politiek, meer met tenenkrullende memes. Als single ben je nooit alleen. En reality tv in dure kastelen. Als je je keuze laat bepalen door het conclaaf, weet dan dat het meer kon dan klaaf is. Kortom... Dat heeft eigenlijk niet meer zo heel veel met ideologie te maken. En weet je nog niet op wie te stemmen? En wie nog niet goed zou weten op welke partij te stemmen, kan nog altijd onze stemtest gebruiken. Doe dan vooral geen stemtest. Die scheid is bedoeld om u te verwarren en uw politiek een toontje hoger te laten klinken. Volgens mij klopt er iets niet heel goed. Luister daarom goed naar mij. Een middelmatige YouTuber, maar een bedweter eerste klas. Ik zal u de politiek eerlijk en genuanceerd beschrijven. Eerst en vooral, iedereen praat eigenlijk over hetzelfde. Hoe zit het met uw koopkracht? Koopkracht, die koopkracht, de netto-koopkracht. Koopkracht, koopkracht, koopkracht van de overheid. Koopkracht, die koopkracht, de koopkracht. Le pouvoir d'achat. Op de koopkracht, 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 koopkracht. Koopkracht, koopkracht, de koopkracht. Ja, koopkracht is als ze zeggen. Maar... Want als ze het nu ad nauseam vermelden, kunnen ze later de gloed opeisen. Het planbureau denkt dat die sowieso gaat stijgen in de volgende regeerperiode met 7%, omdat de economie groeit. Maar hoe dat ze gaan stoeven, kan al eens verschillen. Er zijn 7 partijen. Heel arbitrair kunnen we ze van links naar rechts ordenen. Je hebt de vuile communisten, de boomknuffelaars, de bende van Rousseau, de tjeven, de zakkenvullers, de Vlaamse tjeven en de nazi's. De termen links en rechts stammen uit de tijd dat Frankrijk nog een koning had. Voorstanders van de koning zaten rechts, tegenstanders zaten links. Zo was het makkelijker om de stemmen te tellen. Heden ten dagen hebben we helaas nog een koning. Tegenstanders zitten nu eerder rechts en de voorstanders zitten eerder links. Heeft het dan nog nut om over links en rechts te spreken? Het politiek kompas kan geëikt worden op verschillende assen. Nationalistisch versus globalistisch, communitaristisch versus individualistisch, pacifistisch versus militaristisch. Van deze 7 partijen zitten er 3 in het Vlaams parlement. Bedank hen voor het belabberd onderwijs en het stikstofdecreet. 4 van de partijen zitten in het federaal parlement. Merci voor de COVID, de kernuitstap en de grote druk op de zorgsector. Nu lijkt het alsof deze 2 partijen uitgesloten worden en zo de meeste stemmen gaan ontvangen van het morrende volk. Het zou heel grappig zijn moesten deze 2 frenemies samen meer dan 50% halen. Waardoor de 5 andere partijen de oploper krijgen die ze eigenlijk al jaren verdienen. Een mens mag dromen. Maar voor je uw beslissing neemt, stel ik toch graag de partijen voor. En nu gaan we even arbitrair in de andere richting. Vlaams Belang is de partij van de fascisten, non-conformisten en andere rare triesten. Als we de media moeten geloven, denkt iedereen zo. Eén partij, daar zou ik nooit op stemmen.
Vlaams Black, Vlaams Blok. Maar als we de peilingen moeten geloven, dan worden ze... De grootste partij van Vlaanderen. Dus we krijgen een regering met Vlaams Belang. Juist. Door de gunstige peilingen is Vlaams Belang zegenzeker. En ze willen na 9 juni ook mee besturen. Nee, want ze stinken. Vandaag heeft nog geen enkele andere partij aangegeven met Vlaams Belang te willen samenwerken. Sinds 24 november 1991, ook wel bekend als Zwarte Zondag, hebben de democratische partijen van het land besloten dat besturen met Vlaams Belang niet kan. Ik zeg democratisch met een zekere ironie, want... Voorhand Vlaams Belangers uitsluiten, dat is heel ondemocratisch. Het valt ook te vermelden dat er in 1991 enkel sprake was van het Vlaams Blok. Ze riepen, eigen volk eerst. Nu is het Vlaams Belang en roepen ze, eerst onze mensen. Het is helemaal anders. Ze zijn wel nog steeds tegen migratie. Ga naar onze grootsteden, daar voelt je vreemde in uw eigen land, in uw eigen gemeente. En na 30 jaar zeggen andere partijen hetzelfde. Zelfs Conor Rousseau voelde zich niet meer thuis in Molenbeek. Pas op, ze willen migratie niet volledig verbieden. De enige type migranten komen uit Europa en het Westen en zijn hoog opgeleid. Daar wensen we een uitzondering voor. Ze zijn zelfs gekenterd tegen discriminatie. Er mogen van Vlaams Belang ook geen subsidies meer gaan naar verenigingen of bedrijven die positief discrimineren. Positief discrimineren is een oxymoron. Dies is negatief. Gelijk in de uitspraak, wat schuilt er achter deze postmoderne dystopie? Slinkse VZW's die liever allochtonen in een slachtofferrol houden dan in te zetten op echte integratie. Het Vlaams Belang heeft altijd een imagoprobleem gehad. Neem nu de eindbaas. 1 jaar effectieve celstraf. Dat is de straf die Dries van Langenhoven krijgt voor inbreuken op de racismewet en voor negationisme. Weet je nog die keer dat Tim Verheyden besloot om adolescenten op de brandstapel te smijten? Het heeft gewerkt. We zullen hem de komende tijd niet terugzien. De rechtbank heeft hem ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten. Wat betekent dat Dries van Langenhoven 10 jaar lang de kans verliest om verkozen te worden op een lijst. We hebben ondertussen chockerende beelden binnengekregen van zijn hedendaagse activiteiten. Schrijnend, inderdaad. En alsof die illegale memes niet genoeg waren, was er ook dit. Frank Krijleman, een van hun oud-parlementsleden en voormalig senator, blijkt jarenlang informant te zijn geweest voor de Chinese spionagedienst. Verdomme, VRT kent stilaan al mijn goede mopjes. Moeten we nu schrik hebben? Krijleman was natuurlijk geen toppoliticus met veel macht en invloed. Nee, hij was senator en de Senaat heeft eigenlijk niet veel te zeggen. Alhoewel dat ik dan denk dat Peking misschien eens moet opzoeken wat de Senaat bij ons is. Is het dan de moeite om het nog verder te onderzoeken? Het federaal parket heeft een strafonderzoek geopend naar mogelijke banden tussen Vlaams Belang en de Chinese overheid. Ja, want het boekbeeld met de één wenkbrauw komt ook in opspraak. Philip de Winter bezocht eerder met Krijleman het Syrië van president Assad. Nu willen zijn politieke tegenstanders. Groen en PvdA willen dat Philip de Winter van Vlaams Belang stopt. Persoonlijk zou ik het jammer vinden, moest deze Antwerpse West-Vlaming verdwijnen uit de politiek. Hij is een heel gewiekste troll. Toen hij voorzitter ad interim was van het Vlaams parlement, liet hij er een Vlaamse vlag neerzetten. Het lijkt me een evidentie dat we in het Vlaams parlement, ook de Vlaamse leeuw, ook hier laten zien. Waarom zou dat in het Vlaams parlement niet kunnen? Want wie zou er iets kunnen hebben tegen de Vlaamse leeuw in het Vlaams parlement? Vroeg hij met enige voorkennis van het scenario. Enfin, Vlaams gevangen gaat de verkiezingen winnen. Maar geen paniek. Het is niet het einde van de wereld. Er zijn tenslotte nog andere Vlaams nationalisten. Na de brandstichting van Bert en Margriet herrees de Phoenix van de Volksunie en kroonde zich N-V-A. Allemaal in pakken van 3 stukken, met het schoonste pak dat van... Voorzitter Bart de Wevers. Maar na 20 jaar beleid gaat het niet meer zo goed. De N-V-A verliest bijna 6%. En dat parfumeert de voorzitter. Wat ik als N-V-A-voorzitter ga doen is tot 9 juni mijn stinkende best doen. Na 9 juni zal hij enkel nog stinken. Enfin, Vlaamse Belang
is ook een afscheuring van de Volksunie. Dus er zijn wat gelijkenissen. Zo is er migratie. De N-VA vindt dat ons land tijdelijk moet stoppen met het opvangen van asielzoekers. Alleen gaat het bij hen u kosten. 20.000 euro betalen aan Europa per asielzoeker die hier niet wordt opgevangen. Wij willen dat afkopen met die 20.000 euro. Het zijn ook Vlaams nationalisten, dus technisch gesproken willen ze... systemische hervormingen. En nu hoor ik u al denken. Maar zijn die er dan gebeurd de afgelopen jaren? Ik heb die helemaal niet gezien. Na 20 jaar beleid van de N-VA is BHV gesplitst. Dat kostte hen 5 minuten politieke moed en 3 jaar palaveren. En dat komt omdat de voorzitter liever bestuurt... met CD&V en Open VLD. En omdat de voorzitter zich meer focust op België... dat Bart Wever kandidaat premier is bij de verkiezingen in juni. Weigert hij te besturen met Vlaams Belang. Mijn vraag is om wat te doen eigenlijk. Om samen naar Bellewaerde te gaan en een foto te pakken met de leeuw. Wat denkt je? Goed, wat kunnen we ze nog kwalijk nemen? Ze hebben de Vlaamse boeren gepest met... het stikstofdecreet. Ik zal u niet vervelen met de hele uitleg. De boeren moeten minder stikstof uitstoten en daar hebben ze te danken aan... de N-VA-minister, zoals Demir. En zo kunnen ze hun werk niet doen. Je zou voor minder in uw tractor springen en de snelweg versperren. De Boerenbond gaat dat decreet alvast aanvechten. De moraliteit is verzoek en de legaliteit kennelijk ook. Het is echt afwachten of dit allemaal zal standhouden voor de rechtbanken. Hè? Wie kan mij vertellen waar N-VA voor staat? N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Heel goed, Fatma. Kunt je dan ook mijn verbazing begrijpen wanneer Bart De Wever zijn nieuwe volk kwam presenteren? J'ai le plaisir de présenter le visage de cet effort. Et pour les Flamands, la même chose. Je suis un francophone. N-VA wil stemmen sprokkelen in Wallonië. Ik vrees wel dat ze de V uit hun naam mogen weghalen. En tout cas, pour une Belgique unie. Hein. Pas la séparation de la Belgique. Hein. Je suis quand même pour l'unité de ce pays. Hein. Nous sommes Belges avant tout. Vlaamse onafhankelijkheid zal niet lukken met de Walen. C'était une stomiteit. Maar Bart De Wever is geen idioot. Hij is een intellectueel. Die mens spreekt Latijn. Dan hij cultuur. En om nog slimmer te lijken, laat hij zich omringen door idioten. Exemplum gratia. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weijts. De minister van Onderwijs weet niet dat hij een broek moet aandoen om naar school te gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weijts wandelt niet zomaar in zijn onderbroek een klas binnen. Hij snapt tevens het punt van gesproken boeken niet. We werken aan een versie voor kinderen, een versie voor laaggeletterden, maar ook een audioboek. Voor doven. En hij laat zich verdedigen door deze trois die niet kan spellen. Wel, ik zal u als pedagoog iets belangrijks meegeven. In het woord evalueren, daar zit het woord leren in. Evalu, er zit het woord leren in. Er zit het woord... heren wel, ja. In Koen zit het woord oen. Maar bij andere politicus gaat het om de poen. De Blauwen waren vorige keer de 7e partij van België. Volgens Belgische logica leverden ze dus de eerste minister. Ook zij hebben een standpunt over migratie. Vlaming of vreemdeling, iedereen moet werken. En ook zij hebben banden met China. Bij de Chinese president Xi Jinping. Maar als je hen iets kunt verwijten, is het dit. Blijf in uw kot. Ik meen het, hè. De manier waarop de pandemie werd aangepakt was geen lachertje. Niet gelijk dit. Een incident aan het huis van minister van Justitie van Quickenborne. Quickie hield een feestje en toen... hebben dronken gasten op straat tegen een politieauto geplast. Van Quickenborne was toen minister van Justitie, maar hij benadrukt... dat hij er zelf niet bij was. Al snel viel hij door de mand door... de politiebeelden van Quickenborne's gasten. Wat waren die gasten juist aan toen? Die urineren tegen een politiecombi. Maar Quickie toonde ons zijn eigen beelden. Dus op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging. Die door sommigen zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een plasbeweging, kan even goed een andere beweging zijn. En hij gaf zijn eigen uitleg. Kijk een keer goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. Maar dat geloofde niemand. En al zeker de flikken niet. Het gaat dus inderdaad over smaad tegenover de politie. Het was een plasbeweging. Niet meer en niet minder. Het is ook pervers. Maar dit was minder grappig. Een onbekende in fluo jas haalt een geweer uit een kartonnen doos. Is het in mijn geweer?
Een gekende terrorist schoot 2 Zweden dood in Brussel. Al snel bleek dat de man illegaal op het grondgebied was. En iedereen vroeg zich af hoe dit is kunnen gebeuren. Spoiler alert, het was de fout van Quickie. Er is op 15 augustus 2022 een uitleveringsverzoek geweest van Tunesië voor de man. Het is makkelijk om het op jezelf te steken, maar het is nog makkelijker om het op iemand anders te steken. De bevoegde magistraat heeft geen gevolg gegeven aan dit uitleveringsverzoek. Het is blijven liggen. Dat klinkt als excuses en uitvluchten. Ik zoek geen uitvluchten. Ik zoek geen excuses. Zo vertelde hij ons, maar zo zei hij niet aan zijn premier. Ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie. Op het einde van hun beleid lopte ze ons nog dit. Wij de lijn een nieuwe dienstregeling. Iedereen die de bus neemt, en dat zijn dus niet de blauwe, was boos. Boos omdat ongeveer een vijfde van alle haltes geschrapt is en dat de overblijvende haltes vaak alleen op reservatie werken. En in een maand tijd waren er al meer dan 4.800 klachten over binnengelopen. Aanvankelijk werd er ons verbetering beloofd. Het is zeker niet verbeterd. Ik denk dat het eigenlijk nog slechter is. Dus als uw bus te laat of niet komt, heb je dat te danken aan deze geldwolf. Eigenlijk hebben we meer geld nodig. En dat gaat helpen. Met meer geld kan je altijd meer doen. No shit, Sherlock. Blij dat je ook aan de intellectueel minder begaafde onder ons denkt. En nu we het toch over domreken hebben. De Tjeven, de Kaloten, de oudste partij van het land. Bekend van Wilfried Martens, Yves Le Terme en Jean-Luc Dehaene. Elk jaar verliezen ze een beetje meer omdat hun kiesvee doodvalt. Maar ze doen volop onderzoek naar herrijzenis. Met AI hebben de Vlaamse Christen-Democraten hun voormalige boegbeeld weer tot leven gebracht. Ook zij kennen iets van migratie. Nicole de Moor regelt alles rond migranten op ons grondgebied. Maar kennen en kunnen is niet hetzelfde. Omdat asielzoekers geen opvang krijgen, ook al hebben ze daar recht op. En ook zij hebben iets met China. China heeft ingebroken in de computer van Els van Hoof van CD&V. Ze hadden beter een McAfee geüpdate. Online veiligheid voor parlementairen, dat dat echt een stuk beter kan. Elke update is belangrijk. Volgens de Belgische wet mocht je abortus plegen tot 12 weken in de zwangerschap. De progressieve partijen willen dat optrekken naar 20 weken. Maar CD&V wil abortus maar toelaten tot maximaal 14 weken zwangerschap. Ik heb geen kennis van het vrouwelijk lichaam en dat is onvrijwillig. Maar voor mijn mede-incels heb ik het eens opgezocht. Dit is een foetus van 14 weken en dit is een van 20 weken. Opnieuw, ik weet hier niets over. Een wijs man zwijgt, maar niet elke man is wijs. Vanaf de 15e week een pijnperceptie aanwezig kan zijn bij de foetus. Ja. Dat is één. Dit is Sammy Medi, gelijk medicatie. Een dikke nek die ik nog ken van het jeugdhuis in Oud. Hij had toen ook al een varkensbakkes. Onze partij is terug. The beast is back. Maar vroeger was hij niet zo naïef. We kunnen de verrassing van de verkiezingen worden. Meer zelfs, we zullen de positieve verrassing van de verkiezingen worden. De laatste keer dat ik Sammy zag, had hij mijn 10 euro in zijn hand. Had hij mij gezegd te wachten en ging hij het hoekje om. Ik wil maar zeggen, Sammy moet mij nog een tientje. Maar Sammy is niet de echte baas. Al zeggen zijn partijgenoten dat niet met zoveel woorden. Wie is eigenlijk de baas? Is dat dan voorzitter Medi of minister Krevits? Het is deze West-Vlaamse mama. Laat me duidelijk zijn. Geen welvaart. Versta me niet verkeerd. Ik hou van West-Vlaamse mama's. Maar altijd als ik naar de Meivoer wil, krijg ik dit te horen. Ik heb dat geld niet zomaar ter beschikking. Hilde Krevits baart mij zorgen. Laatst vulden we de slechtst mogelijke stemtest in. Meer belastingen, minder vrijheid, meer oorlog. En kijk eens aan. Hilde Krevits. Ik ga stemmen op Hilde Krevits. En zo vriendelijk lijkt ze niet te zijn wanneer Gillette haar steekpenningen geeft. Ik ben nog maar door één minister uitgelachen in het parlement met mijn snor en het was minister Krevits. Moest Jeremy zich scheren, dan slaat hij rood uit.
Vooruit was de partij van Conor Rousseau. Ik heb mijn kritiek op Rousseau niet onder stoelen of banken gestoken. Ik heb u tevens gewaarschuwd voor zijn blatant racisme. En ik had verdomme gelijk. Want in oktober deed hij... racistische uitspraken over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas. In vino veritas, zei Bart de Wever. Ook al was het zatte mansklap... ook al was het grappend. En meer dan een maand later nam hij direct ontslag. Ik neem per direct ontslag. Zijn ontslag had niets te maken met racisme, seksisme of aanzetten tot geweld. Maar... het gaat te veel over mij. En het gaat niet meer over waar vooruit voor strijd. Voor alle duidelijkheid, de man die zegt dat het te veel over hem gaat, is ook de man die deze foto op Twitter plaatste. Kort na zijn ontslag werd ons YouTube-kanaal en onze Discord-server zonder slag of stoot verwijderd. We hebben nog altijd de Roma's, jongens en meisjes, de Roma's. Fuck you, Connor. Het YouTube-kanaal hebben we kunnen redden, maar het verlies van de Discord-server werd vergeleken met de brand in de bibliotheek van Alexandrië. Vervolgens bleek hoe racistisch zijn aanhangers eigenlijk zijn. Veel mensen denken wat hij gezegd heeft, maar het niet durven of niet mogen zeggen. Het is wel racistisch wat hij gezegd heeft, natuurlijk. Niet echt. Wat gezegd wordt, dat veel mensen denken, vind ik. Maar eigenlijk, ik denk eens iets wat wij allemaal een beetje kunnen. Ervaren ook. Als jij je mening niet meer mocht zeggen, dat wil niet zeggen dat je racist bent. He. Klopt met uw matrak op die bruine mannen is geen mening. En dat van een partij die hun eigen politiek minder belangrijk vindt dan het tegenhouden van een andere partij die ze beschuldigen van te doen wat hij letterlijk gedaan heeft. Vooruit ziet zichzelf als de enige partij die zo'n regering met radicaal rechts kan tegenhouden. Ik zie wel een groot verschil. U laten filmen wanneer u racist tegen de politie uitlaat. Kan je niet zeggen van mensen van het Vlaams Belang. De nieuwe voorzitter is heel sympathiek, maar ze steunt een gekende racist. Lieve vrienden, hij is hier vandaag niet, maar geef een daverend applaus voor onze Conor Rousseau. Misschien in de hoop dat hij zou veranderen. Als je een boek twee keer leest, en dan blijft het ook hetzelfde. Maar de waarheid komt uit een kindermond. Eventjes was ik tevreden over de Socialistische Partij. Dit is niet de partij van Conor, zegt huidig voorzitter De Prateren. Er kwamen zelfs oude bekenden terug in beeld. Er is een vaste pensioenleeftijd op 65 jaar, binnenkort 67. Hey John, blij u te zien. Maar de problemen waren niet verdwenen met Rousseau. Tom Meeuws van de Partij Vooruit, onverwachts, een schepenambt neergelegd. Tom Meeuws, schepen in Antwerpen. Werd vooral bekend als minnaar van Lisbeth Homans. Politieke leven valt hem zwaar. Dat is heel licht uitgedrukt. Toen bleek dat Meeuws iets gemeen had met Rousseau. En het was niet de vermeende liefde vermeend. Hij kwam na zijn vertrek onder vuur omdat hij racistische uitspraken had gedaan, mogelijk ook over beeld. Volgens mijn verbeelding heeft hij gezegd dat haar kleur hem niet aanstaat. Dit is een mop voor trouwe kijkers. Ginny wou dat ze op haar partij kon rekenen. Maar ze heeft zich nu teruggetrokken. Want ze voelde de storm al komen. In haar enkels. Conor Rousseau zal dan toch nog voor de verkiezingen zijn comeback maken. De laatste keer zei hij dit. Op sociale media zegt Rousseau vandaag dat hij nu aan zichzelf wil werken. 6 maanden later kwam hij terug met een nieuwe neus en een goede vraag. Heeft de politiek nood aan iemand zoals mij? In het kort, nee. Deze aansteller wordt verdacht van veel, maar hij is aantoonbaar een racist, een seksist en een censurist. Vraag maar aan het laatste. Nieuws. Rousseau trok naar de rechtbank om de publicatie van het artikel te laten tegenhouden. Een artikel tegenhouden is censuur en dat is verboden. Heeft tevens ook een onderhandse strategie verzonnen om voorkeurstemmen te halen. Hij zegt dat hij stopt met de politiek als hij niet meer verkozen geraakt. Kiezers zullen hem een voorkeurstem moeten geven. Beseft Melissa, zijn compagnon de Groen, dat het haar voorkeurstemmen cannibaliseert? Nee, dat weet ik niet. Met vrienden als Conor heb je geen vijanden nodig. En dan nu het lang verwachte antwoord op een nutteloze vraag. Wie heeft er iets tegen de Vlaamse leeuw in het Vlaams parlement? Enter Hannelore Goeman. Zij steekt het woord front in halfrond.
Het valt mij op dat er plots ineens een nieuwe vlag is verschenen in ons halfrond. In plaats van politiek is zij meer bekommerd om het decor van het voorzittersambt. Wat mij enorm stoort is dat u vandaag misbruik maakt van de situatie om hier politieke statements te maken. En dat vind ik het ambt van voorzitter onwaardig. Ze zorgde ervoor dat het parlement meer dan een kwartier stil stond. Progressief noemen ze dat. Ze vond het zo'n schone vlag dat ze groen zag van jaloezie. Was dat een goede segue? Dit zijn de goedmensen. Ze zijn niet met veel, maar ze zijn heel luid. De kleinste partij is dus groen. Het zijn geprivilegeerde moraalridders. Ze hebben geen dag in hun leven miserie gekend. Daarom houden wij onze linkse eerlijke koers aan. De Groene Partij komt op voor het welzijn van het milieu. En dat ten koste van uw portemonnee. Mensen zijn bang voor uw klimaatmaatregelen dat die hun portemonnee zullen leegmaken. Ja. Maar klopt dat wel? Want Tineke van der Straten, de federale marmot, bouwt ondertussen aan en een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale. En dat om een heel stomme fout ongedaan te maken. De sluiting van 3 kernreactoren op te vangen. Het is ondertussen genoegzaam geweten dat de CO2-uitstoot van een kerncentrale bijzonder laag is. Met de bouw van een nieuwe gascentrale komt de nakende apocalyps nog dichter. Maar de VRT heeft amper negatief nieuws over groen. En ook dit verhaal geven ze een spin. Omdat ze zo modern is, is ze ook veel efficiënter dan de oude gascentrales. Wat meteen ook de CO2-uitstoot naar beneden haalt. Niet zo laag als een kerncentrale openhouden. Er is wel wat uitstoot wanneer dat hem afbreekt. Zo kan de opwarming van de aarde blijven doorgaan en kunnen ze het op u en uw ecologische voetafdruk steken. Neem een douche in plaats van een bad. Neem de bus of trein en zeker niet uw auto. Nu komen ze ook met dit af. Wist je dat je ecologische voetafdruk kan verkleinen door oude onbruikbare e-mails te verwijderen? Door ze te bewaren nemen ze namelijk heel wat onnodige energie in. Vergeet je prullenbak dus niet te legen. Dat klopt. Data kost energie omdat het op harde schijven staat. Maar wist je dat de gemiddelde e-mail 75 kilobyte inneemt zonder eventuele bijlagen? Dat wil zeggen dat er 18 op een diskette kunnen. En er kunnen 3000 diskettes in een DVD. En dat is SD. Dus als je 1 aflevering van Stranger Things op Netflix kijkt, is dat het equivalent van 500.000 e-mails. De echte veelvraat is AI. Dus als je de aarde wilt redden, stop dan met ChatGPT je huiswerk te laten maken. Ik wil niet zeggen dat studenten vies van werk zijn, maar studentenwerk is vies voor groen. Op de vraag of studenten meer mogen werken. Het aantal fiscaal vriendelijke uren voor jobstudenten van 600 uur, kan dat alsjeblieft een definitieve maatregel voor? Van mij mogen studenten onbeperkt werken, maar het gaat er natuurlijk over, moeten zij dat doen aan een fiscaal gunstig tarief? Enkel dus als ze genoeg belastingen betalen. Die dan ook weer kosten aan de staatskas. Zijn geen een blauwe of een groene? Ten slotte kunt je ook de natuurherstelwet verwijten. De Europese natuurherstelwet goedgekeurd. Ook dit gaat over protesterende boeren die met een tractor de weg versperren. Dat gaat over het voedsel dat op ons bord komt. Want als de boeren hun werk niet kunnen doen, komt er geen voedsel op ons bord. Daarom is die natuurherstelwet echt cruciaal. En als je 1 miljoen moet betalen voor 1 kilo patatten, heb je dat aan deze idioten te danken. Opluchting alom na de stemming in Straatsburg bij de Europese Groenen. En valt er de boer niets te verwijten. Ondanks het vele boerenprotest is de wet nu toch goedgekeurd. Ze hebben liever dat we verhongeren. Gelijk in de Sovjet-staten. Dit zijn zelfverklaarde communisten, maar de VRT weigert ze zo te noemen. De radicaal linkse partij PvdA. Het radicaal linkse PvdA. Uiterst linkse partij PvdA. In het kort komt het hierop neer. Tekst!
the rich, comrades. Ondanks waarschuwingen van ondernemers dat dat de economie zou schaden. PvdA is de jongste partij van de zeven, maar ze hebben de meest ouderwetse ideologie. Ze willen iedereen even rijk maken. Cadeaus, cadeaus, cadeaus. Door iedereen even arm te maken. Het accijnzen verhogen in onze pocket is dat geen probleem. BTW in onze pocket is geen probleem. In de vorige eeuw heeft het communisme aan 94 miljoen mensen het leven gekost. Daarom zou een cadeau sanitair meer dan welkom zijn. Dat de andere partij ons uitsluiten... Maar er is geen cordon tegen die massamoordenaars. Dat moeten we nog eens zien. Hè. Er moeten de verkiezingen nog komen. Hè. De mensen moeten nog stemmen. Hè. Ik hoor dat er echt wel de ondergronds echt wel een stroming is van mensen die echt zeggen die een linkse rebelse stem willen uitbrengen. Ik hoef niet te horen dat echt communisme nooit geprobeerd is. Want dat is het wel. De Oekraïners zijn verhongerd onder het communistisch bewind. Maar bij de studenten is PvdA in trek. Mogen de studenten dan ook mee werken? Ik vind het erg dat in België meer en meer studenten moeten werken. Maar wat als ze willen werken? Er zijn 5 andere partijen die er geen probleem van maken. Oei. Want veel studenten vinden het leuk om een centje bij te verdienen. Voor hun eigen plezier, voor hun eigen amusement. Maar amusement is niet efficiënt voor deze man van staal. Bent u zelf ook student geweest? Ja, maar hij heeft het kapitaal niet uitgelezen. Ik heb het natuurlijk over Roel Haspengouw. Voorzitter van de PvdA, Raoul Hedebouw. De voorzitter trok de straat in. Als hologram weliswaar. Zo hoeft hij niet tussen het stinkende proletariaat te komen. En zo kan hij in 5 Vlaamse steden tegelijk aanwezig zijn. Maar is dit geen dure grap? Gaan wij dit mogen betalen? Ik zou het niet meteen linken, deze state-of-the-art actie met PvdA. Ja. Ik vrees dat je al betaald hebt. En ook voor deze grap. U bent hier niet op de jaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse vindelzwaaiers of zo? Ook Jos Dazen vindt de Vlaamse leeuw ongepast in het Vlaams parlement. Vraag ik mij af of het de bedoeling is dat iedereen die hier is op de stoel van de voorzitter moet zitten, zijn eigen decor mag meenemen. Misschien nog eens een andere vlag. Misschien een spandoek erachter. Ik weet het niet. Maar zijn wij hier een parlement of zijn wij hier een duivenkot? Wat is dat hier, zeg? Hij ging van kwaad naar kwader. Dit kan niet door. U valt volkomen uit uw rol als voorzitter. U valt volkomen uit uw rol als voorzitter. Ik herinner mij niet dat ik u het woord heb gegeven. Alleen maar voor de pure persoonlijke profilering. Ik herinner mij niet dat ik u het woord heb gegeven. Als het een evidentie zou geweest zijn, meneer De Winter, dan had u het 4 jaar geleden of in het begin van uw mandaat hier al ten berde gebracht op het uitgebreid bureau. Waar u het ten berde hoort te brengen. Maar nu hier, om uw eigen persoonlijke profilering te voeren. Als u zich zo stoort... laatste opmerking. Na 15 minuten klagen kregen we dit te horen. We schorsen het parlement. En na nog een kwartier kregen we het besluit. Het bureau heeft beslist dat we in de huidige setting... We kunnen onze vergadering verder zetten. Tijd is geld, maar geld bestaat niet voor communisten. Wat hebben we vandaag geleerd? Wat? Wat? Bonuspolitiek! Voor u is een gloednieuwe partij. Ze zijn nog heel klein, want iedereen past in 1 verticaal kader. Ik had ook niet gedacht dat we het laatste van El Zampa hadden gehoord. Zij vertrok bij Open VLD en stampte met enkele kleine partijen een nieuwe uit de grond. Zij is haar eigen partij begonnen met gokken en hoeren. En 1 duidelijk standpunt geleend van Dries. Kom afmaken met die particratie. Of zoals ze het met haar zatte kloten in Antwerpen zei. Het is tijd voor ander en beter. Klinkt goed. Klinkt bekend. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Stemmen doe je op de groei. 2. Sammy moet mij nog een tientje. 3. De uitslag gaat toch niet tellen. China en Rusland zouden kunnen proberen om onze verkiezingen te beïnvloeden. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit anarchistisch sjonken. De politiek is dit jaar heel kind. Geef een like uit het medeleven en abonneer uit compassie. Ik zie u graag. En ik laat u nog met dit. I could be wrong, but I'm always right. You look so good in black and white. Everything you are is gonna be mine tonight.
subscribe to Hutt Vedtug Kvartirka. You know?